Bijeen. Dank u wel, voorzitter. Amsterdam Bijeen is heel blij dat dit voorstel nu eindelijk besproken kan worden met het antwoord van het college op de voorstellen hieruit. Het mogen duidelijk zijn dat we best aan de late kant zijn om Amsterdam opnieuw kernwapenvrij te verklaren. Ik herinner mij nog uitstekende bordjes aan de randen van de stad die onder het plaatsnaambord waren geschroefd Amsterdam kernwapenvrije stad. Die zijn in de loop der jaren verdwenen. Amsterdam Bijeen stelt voor om deze snel weer terug te hangen. Wilt u hiervoor zorgen? In hetzelfde kader stellen wij voor te zorgen dat Amsterdam ook qua oorlogsschepen kernwapenvrij blijft. We vragen het college dan ook over te brengen aan minister Bijleveld als verantwoordelijk minister van Oorlog. Zouden we überhaupt geen oorlogsschepen moeten hosten, maar schepen met kernwapens is toch wel een hele grote stap te ver. Wederom wilt u het SVP aan de minister overbrengen. En sowieso opdrachtgevende haven te sluiten voor dit soort schepen. Verder zien wij dat het college niet de beleidsregel integriteit en overeenkomsten kan inzetten voor dit voorstel. Maar we dringen aan bij het college om creatief te zijn in het weigeren van wapenhandelbedrijven en toeleveranciers hieraan. We geven u de suggestie mee dit op te nemen in de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Geen wapenproductie of wapenhandel in Amsterdam. Graag een reactie van de wethouder. Vervolgens is het college bereid het ICAN Stedelijk Initiatief publiek te tekenen op 22 januari 2021. Dat is de dag waarop het VN-verdrag in functie treedt. Ik sluit af met in het kader van opschieten met een menswaardige, rechtvaardige en milieuvriendelijke wereld stellen wij alle kernwapens, biologische en chemische wapens en vuurwapens de wereld uit. Te beginnen uit Amsterdam. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, Nitsver Kerken.